Okey-dokey, tijd voor de Daily Challenge. Mocht het geluid net weggesneden zijn, ik klik op de verkeerde. Dan is het omdat ik zat te frunniken met de headset ding. Omdat ik wilde kijken of dat ding erin zat of niet, zeg maar. Amerika. Ik heb een idee. Ah, dat idee wordt nou wel echt heel erg bevestigd. Zo. Oh. In ieder geval op land zetten, weet je. ja, als ik dit zo zie, hoe dat eruit ziet en zo. Dit is het zuiden. Dit is echt het zuiden van Amerika, zeg maar. Zou zelfs eventueel nog een klein beetje Texas kunnen zijn. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat daar... Ik ben alleen benieuwd, want ik zie voorlopig zie ik helemaal niks, zeg maar. Echt gewoon... Ik denk dat ik één bordje gezien heb. Oeh, kijk, dit is wel wat beter dan, zeg maar. Het is een klein buurtje of zo. Misschien dat het sowieso... Nou, dit had geen dingen geweest. Canada, dat kan ik wel zeggen. Dat, ja, nee. Dit had geen Canada geweest. Is dit een bordje? Nee, dit is weer een... Ja, wat ik zeg, dit kan echt... Ik bedoel, dit is hetzelfde geval als ik een leeg open veld aantref. Dan kan het ook, zeg maar, Oklahoma en omringend zijn. Dit kan ook Alabama en omringend zijn. Daarvoor ken ik het ook weer niet goed genoeg, zeg maar. Want wat ik zeg, het kan echt alles tussen Texas en Florida kan het zijn zelfs. Zijn, zeg maar, hallo. Ik heb geen idee waarom die nou zegt... Tenzij dit allemaal... Misschien dat er een blinde vlek zit. Dat zal dan wel. Crap baskets. Oké. Ja. Geen flauw idee. Echt niet. We zullen het over 17 seconden zien, tenzij ik een of ander wonderbaarlijk bordje tegenkom waar het op staat. Welkom in Alabama of zo, bij wijze van spreken dan, hè. Maar ja, dit is echt het... Als het niet het zuiden is van Amerika, dan weet ik het ook niet meer. Het was uiteindelijk Georgia. Dit je... Ben ik gewoon op dezelfde plek verder gegaan of wat? Tuurlijk is de eerste stap die we achteruit zetten is gelijk. Nee, dat zegt niks. Ja. En hier zat ik gisteren aan te klagen dat we te veel Europa hadden. Nou, hè? Ben jij even blij dat we geen Europa hebben vandaag? Ja, dit kan ook weer... Alleen ik vind het te makkelijk om het nou alweer in Georgia te gooien. Met name... Omdat, hoe heet het? Zul je altijd zien dat ik het dan doe en dat het dan Mississippi of zo blijkt te zijn. Weet je dat? Nou, laat het maar even wachten. Wacht even. Ja, ik zat niet goed.
Ik zit niet goed. Ja, ik doe dit nog steeds op mijn laptop. Laptop, dat zal ook wel de reden zijn dat hij soms zo bagger hapert, zeg maar. Dat. Ah, dat is gewoon ook weer de country road. Dang it! Dit ook zeker, neem ik aan. Ja. Ik heb echt totaal geen idee wat dit zou kunnen zijn. Het kan makkelijk dat ik twee keer nou de compleet verkeerde kant ben opgegaan en dat ik op andere plekken gewoon bordjes aantref met welkom in Mississippi of zo, weet je. Dat, hallo. Dat kan natuurlijk ook. Nou, even ter verduidelijking. Dat is heel duidelijk Amerika. Roadwork ahead. Top. Top. Waar dan? Waarschijnlijk hebben ze dat later gedaan dan. Oh. 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 Poeh. Deze was... Kijk, dit bedoel ik dus. Het kan inderdaad nog gewoon Texas zijn. Om maar even aan te geven hoe ver alles uit elkaar kan liggen. Muis, dank je. Serieus? Hey, luister, nou ben ik echt niet op tegen. Volgens mij hebben ze met mijn geocaster gehoord. Oké, ja? Je hebt... Je hebt geklaagd over het feit dat dat je een en dezelfde locatie krijgt in Amerika, even in Europa, hier, het zuiden van Amerika. Jesus. Maar goed. Hey, luister. Uiteindelijk heb ik hem een keer goed als ik hem in Alabama prik. Jezus zeg. Ho. Eén voordeel, dit is in ieder geval een redelijke snelweg, om het zo maar te zeggen. Nou, dat zal ook wel gewoon de. Ja. Ik begin denk ik beter de andere kant op kunnen gaan. Oeh, misschien dat hier. Nope. Laat maar gewoon terug naar. If you can confirm, please go back to start. Nee, ik dacht namelijk dat ik hier... Maar nee, dat is gewoon dit geweest. Serieus, het is nog gewoon... De vlag van de Confederacy, dat... En dat geeft ook wel een beetje aan in wat voor plaats dat we zitten. Huh? Jee. Oh boy, hallo. Oh man. Dit, misschien is de volgende niet in dingen. In, het zuiden van Amerika. Who knows? Ik had gehoopt inmiddels
Ik denk wel dat dit iets dichter tegen Florida zal aanleggen dan de vorige, maar... Ja, het was weer Georgia. Jesus. Oh my god. Oh my god. Kom op. Oh. Heb ik echt wel Daily Challenge aangeklikt? Of heb ik misschien zo'n erg Amerika aangeklikt of zo? Met alle respect. Als ik dit zo zie. In eerste instantie. Oeh, hey, ik kreeg plaats. Baton Rouge. Oh, fuck it. Kom op! Nee? Oh, kom op! We hebben toch echt nog wel iets anders dan alleen het zuiden van Amerika. Van de VS. Oh my god. Even kijken, want dat is naar het zuiden toe. Dus, en daar is Clinton. Ja, nou. Daar zijn we in ieder geval het dichtstbijzijnde, voorlopig. Dan gaan we gewoon kijken wat we... Ik heb het idee dat... Want dit is echt zo'n heel goed voorbeeld om aan te geven van... Hey, soms dan doet hij het gewoon niet. De geocacher. Ding. Geval. Buckle up. It's the law. Hey. Niet zo eng zijn alsjeblieft. Ja, nee, daar hoef ik niet naar te kijken. Ik bedoel, met Clinton zit ik er 12 mijl vanaf. Minstens. Maximaal. Is er geen... Nee. Dat zal maximaal zijn. Ja, het zou bijvoorbeeld 12 mijl... 12,1 mijl of zo kunnen zijn, weet je. Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar voor de rest heb ik voorlopig nog geen. Misschien dat hier iets staat, weet je. Want dit lijkt me een tankstation. Dat lijkt me niet alleen een tankstation, het is ook een tankstation. Ik heb het idee dat dit echt een heel plaatselijk tankstation is. Zo van. Dat Joe daar werkt en. Dat Billy dan hey, 67. Kijk, dat kiet wel iets op. Maar ik heb totaal geen idee hoe. Ah, ik zat heel dicht tegen de staatslijn aan, joh. Oeh, als ik omgedraaid had, dan had ik misschien wel gezien dat we inderdaad op de staatslijn gezeten waren. Oeh. Oké, Nou, rondkijkend denk... Ja, trouwens, ik ga er niks over zeggen. Ik bedoel, de vorige keer had ik het ook mis. Nou. Ik denk niet eens dat het Amerika is. Ik denk dat het Canada is. Ja, dit is Canada. En dan kan dit Quebec, New Brunswick of sommige gedeeltes van... van... Ontario. Zo, wauw. Mijn hersenen wilden dat echt zo... Ik voel het gewoon kraken in mijn hoofd, om het zo maar te zeggen. Zo van... ...173. Hoe ver moet ik inzoomen om te zien wat een route is? Dan pak ik weer voor de... Oh, nou, dat valt nog mee. Misschien dat ik mazzel heb dat ik 173 ergens zie.
Hier niet. Dus dan zal het waarschijnlijk wel Quebec zijn, gok ik. Wat was het eigenlijk? St. George en St. George. Wat was het andere? St. George en... Is dit hetzelfde? Ik zie geen... Oh, wacht. Nevermind. Ik zeg, ik zie geen 173. Maar hier is 173. Ik ga er nou wel wat dichter op zetten. Frontier, USA. Oké, dus dat is richting de grens dan. Dat kan, hè, want... Dat zou dan... Wacht, ik... Waar... Dit is dan... Ja, dit is 173 dan, dus ik zit niet op 173. Ik zit op een andere weg. Want deze gaat dan naar de grens toe, denk ik dat hij aangeeft. Dus dan zou ik op de 204 gezeten hebben. Ergens. We zijn in ieder geval niet in het dorpje geweest, dat weet ik wel. Zou ik nog op dat denk ik 8 kilometer van dan. Wat? Ik zat veel dichter bij die. Bij het kruispunt dan ik dacht dat ik zat. Veel dichter erbij. Jesus. Nou, boeiend. Oké, net 20.000 punten. Maar ja, ik bedoel. Wat de fuck is dit dan? Die eenzame Quebec daarboven aan. Snap mijn beste gok ook. Ik sta wel in de top 100. Dat had ik niet verwacht. Zeker niet na die eerste twee, eerlijk gezegd. Het 91, daar ga ik er echt nog van uitvallen. Daar niet van. Maar zeker na die eerste twee had ik niet verwacht dat ik nog in de top 100 zou staan. Jesus. Ja. Dat was hem voor deze keer. En dan zeg ik tot morgen. En dan hopelijk morgen wat. Ik ga het niet zeggen. Want dan zul je zien dat ik morgen alleen maar Rusland krijg of zo. Weet je. We zien wel wat er morgen komt. Tot morgen.